Twee namen heeft eigenlijk. Apex Blues, daar is het meest bekend onder. Maar het wordt ook genoemd de Bump It. Bump It. En het is een compositie van Jimmy Noon en Earl Hines. Jimmy Noon, een fabelachtige klarinetist toen destijds. Earl Hines, een van de beste pianisten die ook veel pianorollen heeft gespeeld natuurlijk, omdat hij zo bekend en beroemd was. En het stukje is uit 1928. En het is in datzelfde jaar ook meteen uitgevoerd door het orkest van Jimmy Noon. De geweldige klarinetist waar je haast niet aan kan tippen.